Expeditie Oost. Ja. Dit is een zogenaamde guitar. Een cigar box guitar, zo heet het eigenlijk. En Henry Groothuis uit Dalfsen, die maakt die dingen. En we zijn bij jou, Henry. Wie bent u? Want we hebben ook afgesproken nou gewoon in het platgoed praten. Ja. Ja, de eerste logische vraag. Waarom maak je in vredesnaam instrumenten van sigarendeuzen? Hij niet wat bitters te doen of... Ja, nou, ik weet niet of het zozeer een zin is van iets beter te doen. Het is een beetje op zoek gewoon naar authentieke sound. Ja. Dat is het. En je bent muzikant, hè? Ja, maar ik ben muzikant en ik ben eigenlijk begonnen op gewoon normale gitaren, zeg maar. En ja. Ik zat altijd al in bluesbands, in rockbands. En ik denk van, hé, ik ga me eens een beetje verdiepen in de geschiedenis van de blues. En dan kom je toch al redelijk snel op katoenplantages terecht. En bij mensen die geen geld hadden. En die konden geen gewone gitaren betalen. Dus wat gingen die mensen doen... Ja, bijvoorbeeld dit loopje maken, dat is natuurlijk al een heel authentieke blues. Die mensen die hadden geen geld en die katoenbaas die rook dikke sigaren en die gooiden die zo weg. En die mensen die dachten van, hé... Hey, daar komen we mee. Ja, dat is misschien leuk als klankkastje. En die deden er eens een bezemsteeltje in en die maken daar een eensnarig instrumentje van, een zogenaamde diddly bow. En Bo Diddley heeft zijn naam ontleend aan die diddly bow, vandoor dat Bo Diddley ook altijd op die vierkante gitaren speelt in de vorm van een cigarbox. En later deden ze er drie snaren overheen. En als je die in een bepaalde toon stemt, of op een manier stemt, dan heb je dus een open akkoord. Maar je zou zeggen van, ja, sigarendeuzen. Met een klok erbij. Klinkt als een klok, hè? Hey, klinkt zijn, als een klok. Je zou zeggen gitaardeuzen. Ja, daar kun je geen verzoenlijk geluid doen. Maar ja. Nou, net bij de versterker ook werkt. Ja. 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 Het klinkt echt donders. Ja, absoluut. En je kunt het geluid zo rauw maken als je maar wil. Ja. Maar gewoon alleen al als je een paar goede snaren hebt. En door die open stemming. En die slaan er dan. Heb je sowieso clean al een heel mooi geluid, zeg maar. En gewoon akoestisch. En hier, ja. Je hebt nou prachtig mooie dingen hier ook, Link. Van hier een van een geweer ja. Maken. Want ja. Volgens mij kun je overal een gitaar van maken. Ja, eigenlijk wel. Ik heb ja. Ook een van een klomp bijvoorbeeld. Dus, eensnarig. Ja, eensnarig, diddly bow. En dit is eigenlijk gewoon een klomp. Dus. Prachtig. Nu komt er Noorden Zomer. Ja. Een speciaal festival. Ja, 1 september aanstaande. Cigar Box Guitar Festival. Het Cigar Box Guitar Festival Delta Kaluna. En dat is bij Café Kaluna in Ommen. Een prachtige locatie in een American Roadhouse style, zeg maar. En daar ben je buiten, daar ben je door het festival. We hopen natuurlijk weer mooi weer. 2 podia. Je hebt een hoofdpodium en dan heb je een iets kleiner podium. Dat is een jam podium. En daar komen allemaal mensen, die zijn allemaal gelijk gestemd, zeg maar. Die gewoon met elkaar jammen. Dus, en dan heb je best kans dat je dit loopje door ook gaat doen. Die kans is wel... En dat is wel handig dat je gelijk gestemd bent, want anders wordt één grote valse precies, natuurlijk. Hè? Precies. Dus letterlijk en figuurlijk met die mensen allemaal die er komen, met gelijk gestemd. En ik zou zeggen, kom rustig nog een keer weer langs kijken dan. Ja, dat gaan we zeker doen. Maar mooi, want je hebt al zelf geschreven van kom maar langs. Ja. Kom maar kijken. Nou, Gerne door. Het is echt prachtig mooi waar je het maakt. Nou, weer over op het Nederlands. Expeditie Oost dus. Wij waren te gast bij Henry Groothuis. En Henry maakt deze prachtige cigar box guitar dingen. En... Bijna. Expeditie Oost.